daar zit hij, jongen. Ja. Wat voor dikkie. Ah, ik mag niet meer zo kreunen. Ik heb de microfoon iets lager gezet. Het zijn altijd die vrouwen die altijd lager liggen te kreunen. Zijn. Zeg altijd, oh, mijn vrouw zegt dat je altijd zit te kreunen. Ja, zit mij valt het ook op, maar. Ah. Welkom bij weer een aflevering van Amateurwissel.nl. Wij trotseren weer een wind. Want het is godverdomme, het waait hard, maar wind aan de kant, de snoek op het land. Dat zeg je, hè? Ja, ja. Slaat nergens op, maar dat is wel. Maar we zitten hier wel, we zitten hier aan dezelfde vijver waar ik de vorige keer zat. Er zijn nog een paar andere vissers staan aan de overkant volgens mij te kijken. Die denken van, we zijn te laat. Want die hebben mij de vorige keer hier snoek zien vangen, denk ik. Maar goed, we zitten. Ik pak een lekkere bekse koffie. Worstenbroodje. En dan komt dat helemaal goed. Ja. Ik ook. Jij ook? Oh, ik ook nog hebben. Maar ja, nu kwam ik gisteravond laat pas terug van de supermarkt. Ik denk van ja, als hij het al heeft, dan gaat hij nu toch niet meer op pad. Maar nou, hebben we genoeg worstenbroodjes in ieder geval. En we zitten. Mensen die het gezellig vinden. Ja, als jullie. Ja, dit is natuurlijk geen live dit. Ik zal daar eens even wat. Wat in Instagram zetten, graadjes worstenbroodjes afhalen. Dat was een beet, ja. Alleen hangt nu heel slap, hè. Ja, hij zit er nog. Ja, ja, ja. Ja, jongen. Oeh, Leo, Leo, Leo. Dat is hem, jongen. Alright. Succes, hè. Strak draaien. Jawel. Wel, toch? Adam, pak de mat vast. Goed zo, Leo. Goed zo, Leo. Olé, olé, olé. Een dikke. Wat? Oeh. Daar komt ie, daar komt ie. Hey, wat denk ik al, hè? Dan zit hier en denk je, oh, die kutwind en dat, maar wind op het land is snoek aan de kant. Oeh, maat! Maat! Laat hem niet. Oh, is dit zo'n deur? Het is best wel een grote. Dit is een dikke, ja. Ja, dit is een dikke. Maat, moet ik die van mij binnenhalen? Ja. Mij even snel binnenhalen. Dat is je PR, jongen. Die andere ook binnen. Oh, hij zit nu in de. Ja. Nou, maakt niet uit, mij snijden we wel eraf. Ja, wacht. Laat die maakt me niet druk over mijn engel. Dat, die komt wel. Maat. Trek, trek, trek. Oh, Leo! Maat! What the fuck? Ik haal die van mij even los, hè. Ja, het is alleen maar met de haak. Zit hij in het oog hier. Maat! De mat recht trekken. Hier is jouw vis, jongen. Ja, lekker meneer. Oh man. Leo, what the fuck. Jongens, dit is echt niet normaal. Holy fuck, maat. Dit is toch niet normaal? Nee, dit is toch niet normaal? Fucking hell. Zo'n grote had hij nog nooit vast gehad. Heel goed daar pakken. Leg hem eens op de mat. Waar? Oh ja. Voet erop. Ja. Mat. Zijn jullie helemaal tegenaan leggen? 1,13. Oh, oh, oh. Mijn god, hé. Wat een joekel. Maat.
Ja. Lekker bekje koffie. Jongens, Leo heeft een PR 1,13 meter op het matje. En we kregen een aanbid, dat was duidelijk een aanbid. Op een gegeven moment dachten dat hij los had gelaten, dat de lijn een beetje slap, maar toen toch maar aangeslagen. Ja, ik heb hem gewoon lekker makkelijk kunnen onthaken. En ja, enorm zwaar beest. Ja. Toch wel, wat zou die? Hoeveel kilo het weegt, maar het was echt een enorm gevaarte. Ja, de dikke buik. Dikke buik. Ja. Grote bek. Dus ja, mijn dag kan niet. Ik kan niet meer stukken. En we zaten hier en ik dacht, dit even ook, waait wel hard. En, ja, ik hoop dat er wel iets van gaat. En wel hoor. Ja, dat is echt fantastisch. Leo, het is belangrijk dat je dit jaar goed afsloot, hè? Ja. Dat is nu helemaal. Gewoon geweldig. Het was echt een monster. Monstersnoek. Monstersnoek. Ik ga eens kijken of die foto van die camera af kan peuteren. En jongen. Ja, hij zit er nog aan. Ja. Ja. Hit it. Ja, wat jij wil. Wat jij denkt dat het goed is. Maar ik denk dat hij hangt. Maar. Hangen! Hey joh, jongen! Hey. Goed zo, maat. Dan draai hem door de slip in, jongen. Ja, maakt niet uit. Dacht je net ook. Jongens, Leo is me hier is me helemaal de moeder aan het vissen. Leo. Wat ben je aan het doen, maat? Je ging koffie zetten. De vis me helemaal de moeder. What the fuck. Leo, jongen. Zal ik maar weer eens even met net komen dan, hè? En? Oh. Niet zo groot als de vorige, maar wel een goeie. Ja, no. Ah, die is wat kleiner, maar dat maakt niet uit. Ja, scheelt een stukje. Maar, kom maar, laai maar in. Het is geen kleine, het is alleen vergeleken met die ene daarnet is het een kleine. Nee. Ja, een mooie jongen. Ja, zo doe je dat, hè? Zo doet hij dat. Dat is geen kleine. Ja, netjes, maat. Netjes, maat. Oh, daar gaat hij al. Ja, het gelijk voor 11 uur, alleen niet bij mij. Nou jongens, het stormt lekker en Leo is me helemaal de moeder aan het vissen. Goed man. Deze was 80 of zo, ook weer op het dode aas. Op de horstmakreel alweer. Ik heb de mijne ingewezen, zegt hij mij, van dan gooi hem daar. Ah, stinkert. Ah. Hij zegt tegen mij, gooi hem daaruit en dan binnen een half uur heb je een beet. Hij had wel gelijk, alleen was zijn hengel. Ja, lekker man. Goed hè? Heerlijk. Het dag kan nog niet meer stuk, zo voor het einde van het jaar. Nee. Een mooie 80er denk ik dat deze was zoiets. Dus ja, was net koffie in het zetten, hè? Ja. Dus water moet nog koken dus. Water moet nog koken. We hadden één piepje, ik denk dat was de wind, maar op een gegeven moment toen was het toch wel duidelijk dat het niet de wind was. Dat was een snoek. Met een dikke buik. Lekker jongen. Ja. Lekker. Oh. Leo, die is helemaal Piet Massief. Die had gewoon al twee dikke snoeken gevangen. Ja. Ha, vorige keer was het andersom. Ja. Oh, die zijn lekker. Dank je, maat. Ja. Oh, lekkere koffiekoek, jongens. En meisjes, het is belangrijk om de inwendige mensen ook een beetje te verzadigen. En vooral in deze koude wind. Want wij trotseren weer een wind. Ja. Gewoon de harde kern zit van het water, hè? Ja. Ja. Ja? Zit hij eraan? Ja. Nee, echt? Ja. Fucking hell, die Leo die maakt me af. Leo maakt me af. 3-0.
En maat. Dikke? Geen kleine. Geen kleine, zegt hij. Oh, netjes, maat. Netjes. Ja, dat is een goeie. Ja. Je gaat de bocht om. Ik denk, ik ga hier linksaf. Ja, ik kan het niet zien. Een goeie, maat. Dat denk ik wel. Jo. Die leeuw laat zijn aas weer even liggen. Dat is een goeie, hè. Oh. The big one. Oh, ja, Leo. Twee keer je PR verbroken vandaag, jongen. Hier. Mag je hem zelf tillen? Leo. Die vangt veel vis. Even omdraaien. Inderdaad. Ja. Hij is korter. 1,8. Een fotootje. Netjes, maat. Wacht, even filmen als ze hem terugzet. Ja. Daar gaat hij. Hopla, 1,08 meter. Dat was het voor vandaag, jongen. Ja. Netjes. Ik kom erbij staan, maat. Ja, 3-0, hè. 3-0. Amateurvisser heeft geblankt. Maar deze amateurvisser had eentje van 1,13 meter. Eentje van 1,08 meter. Eentje van 1,8 en eentje van 80. Toch niet, je hebt die dag wel gehad, hè? Ik heb, het kan niet mooi. Het kan echt niet mooi. Ik gun het Leo heel erg, want hij had de dringende behoefte om het jaar een beetje positief af te sluiten. Ja. En ja, dat is bij deze wel zeker gebeurd, want je hebt gewoon 3 meter aan snoek gevangen vandaag. Allemaal op de Horstmakreel, denk ik. Op de Horstmakreel. Wow! Ja, jongens, het waait hier echt. Oh, daar gaat het met onthaakmat. Onthaakmat, de meetlat. Nee, eerst wel een film op. Alles waait weg, de onthaakmat waait weg, de meetlat waait weg. Maar we gaan afsluiten, want dat is bij mijn camera dadelijk ook weg, jongens. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren. Keep on fishing! Keep on fishing!